In deze video gaan we kijken naar de 1 sans opening. En als u 1 sans opent, even, dan weet u dat u 7 slagen moet halen. De 1 plus 6, net boven het midden, 7 slagen moeten halen en dat er geen trof is. Dus als 1 sans het eindcontract zou zijn, dan zou dit uw resultaat moeten wezen. Nou, in het algemeen, als iemand 1 sans opent, is dat niet het eindcontract, maar is dat het begin van een veiling. En hoe dat verder moet, dat gaan we bekijken. Oké, wanneer kunnen we met 1 sans openen? Nu, we hebben dan 15 tot 17 punten. Dat is een heel belangrijk criterium. Dus u telt alle punten die u in uw hand heeft. En als u dan tussen de 15 en de 17 heeft, dat is al een goed begin. Maar er zit nog een en bij. Dat is een tweede criterium. U moet van alles wat hebben. En van alles wat betekent in iedere kleur minstens 2. En dan aangevuld een beetje evenwichtig, zodat u hoogstens 1 2 kaart, een 2 kaart, dus 2 kaarten van een kleur, hoogstens 1 2 kaart, en met een duur woord noemen we dat een dubbelton, overhoudt. Nou, als we bijvoorbeeld kijken naar deze hand, u heeft een 3 kaart schoppen, 3 schoppers, dat noemen we een 3 kaart, een 4 kaart harten, een 3 kaart ruiten, en een 3 kaart klaar. Die is echt heel evenwichtig. U heeft van alles wat. En u heeft niet eens 1 dubbelton. Hè? Dus u heeft overal minstens 3 van. En in de harten zelfs 4. En als we punten tellen, dan heeft u 6 punten in de schoppen. 3 in de harten. 5 in de ruiten. En 2 in de klaren. Dus als u naar de 2 criteria kijkt, u heeft tussen de 15 en 17 punten, dat is prima en u heeft een hele evenwichtige hand. Dus deze hand kunt u openen met 1 sans. Dat is uw openingsbod. Hè? U weet, we hebben gezien dat bieden is een veiling en u begint dan deze veiling met aan uw partner te vertellen dat u tussen de 15 en 17 punten heeft en van alles wat. Dat is een mooi begin van de veiling. Oké, laten we eens 3 handjes bekijken. Dus laten we eerst eens hand 1 bekijken. We hebben punten tellen 6 punten in de schoppers, 3 in de hartes, 5 in de ruites en 2 in de klaveren. Dus in totaal zijn dat 16 punten. En het criterium 1 was tussen de 15 en de 17 punten. Dat is prima. Hebben we ook een evenwichtige hand? Ja. Dit is net dezelfde die we net gezien hebben. We hebben overal minstens 2 schoppers, 2 hartes, 2 ruiters, 2 klavers. En aangevuld met van alles wat. Dus we hebben van alles wat zonder een 2 kaart. Dus dat is helemaal goed. Dus dit is een prima 1 sans opening. Als we kijken naar hand 2. En we tellen eerst weer de punten. 6 in de schoppers. 3 in de harten, 5 in de ruiten, 3 in de klaveren. Dan hebben we in totaal zelfs 17 punten. En dat is prima, dat ligt tussen de 15 en 17. En ook nu weer, ik heb overal minstens 2 van. Het is allemaal netjes aangevuld. En ik heb hoogstens 1 2 kaart, in dit geval klaver. Prima sans opening. Hand 3, laatste voorbeeldje. We tellen weer punten. 6 in de schoppers, 3 in de hartes, 6 in de ruiters en 0 in de klaveren. Dus dat is in totaal 15 punten. Klopt, qua punten tussen de 15 en de 17. Overal een 2 kaart in. Redelijk evenwichtig aangevuld, zodat we hoogstens 1 2 kaart, dus maximaal 1 2 kaart overhouden. Prima hand, ook dat is een mooie 1 sans opening. En u ziet dat u er best een 5 kaart bij mag hebben. Dat is helemaal niet erg. Dus ook hand 3 van alles wat met hoogstens
1-2 kaart. Uitstekend. Oké, nog een paar voorbeeldjes. Hand 1, laten we eerst maar weer eens punten tellen. U heeft 6 punten in de schoppen, 3 in de harten, 5 in de ruiten en 2 in de klaveren. Dat zijn in totaal 16 punten. Dus criterium 1 heb ik tussen de 15 en 17 punten. Prima. Maar als we nu naar de verdeling gaan kijken, dan ziet u dat u 5 schoppen heeft, 4 hartes, 2 ruites, 2 klaveren. Ja, dus als we dat in de bridge terminologie bespreken, u heeft een 5 kaart schoppen, een 4 kaart harten, een 2 kaart of een dubbelton ruiten en een 2 kaart of een dubbelton klaveren. Dus u heeft 2 kaarten erbij. Dat mag niet. U mag hoogstens maximaal 1-2 kaart hebben. Dus deze hand kunt u niet met 1 sans openen. Het is geen evenwichtige, geen sansverdeling. Hand 2, we gaan hier eens even kijken. Punten tellen. U heeft 6 punten in de schoppen, 3 in de harten, 2 in de ruiten en 3 in de klaveren. Dat is in totaal 14 punten. Als we kijken naar de evenwichtigheid, 4 kaart schoppen, 4 kaart harten, 3 kaart ruiten, 2 kaart dubbelton klaveren. Hij is wel mooi evenwichtig, hè? Want u heeft hoogstens 1-2 kaart. Maar u heeft maar 14 punten. En het criterium was tussen de 15 en 17 en evenwichtig. Dat klopt niet. Dus ook deze hand kunt u niet met 1 sans openen. Nou, hand 3 dan nog even. 6 punten in de schoppen. 7 punten in de harten. 6 in de ruiten. En 0 in de klaveren. Ja, dat zijn heel veel punten. In totaal zijn er dat 19. Dus u hoeft eigenlijk al niet meer naar de evenwichtigheid van de hand te kijken. Want u weet al, 1 sans mag niet. Want u heeft te veel punten. Ja, en nu ziet u hopelijk ook al het begin van dat mooie bieden in het bridge ontstaan. Door als u met 1 sans kunt openen, dan kan uw partner eigenlijk al door de kaarten heen kijken. Want hij weet heel veel van u. U heeft een evenwichtige hand en 15 tot 17 punten. Dit is het einde van de eerste video. In deze video hebben we gekeken met welke handen, met welke kaarten u 1 sans kunt openen. In de volgende video's gaan we er verder op in. Mocht u het leuk vinden, dan kunt u zich altijd abonneren op ons kanaal. Dan krijgt u automatisch een seintje als er weer nieuwe video's zijn. Hopelijk veel plezier met het leren bridgen.